Gefeliciteerd allemaal met het begin van het grote vasten. Het grote vasten is een van de mooiste en heiligste periodes van onze kerk. In deze vaste periode bereiden wij ons voor en bouwen wij op naar het grote paasfeest, oftewel verrijzenis. Om daar zoveel mogelijk van te profiteren, moeten we wel eerst berouw tonen. De kerk helpt ons daarbij door elke week ons lezingen te geven, om ons te helpen deze berouw ook daadwerkelijk te tonen. In de komende afleveringen gaan we kijken naar deze lezingen. Maar we gaan dat niet zomaar doen. We gaan dat ook nog eens doen door deze lezingen te koppelen aan heiligen die recentelijk zijn overleden. We gaan kijken naar hun verhaal en hoe we hun verhaal met de lezing van die week kunnen koppelen en daaruit een les kunnen halen om dichter bij God toe te kunnen bewegen. En in de eerste aflevering gaan wij samen kijken naar het verhaal van paus Kyrillos de VI. Voordat we gaan kijken naar het verhaal van paus Kyrillos, gaan we eerst kijken naar het evangelie van de eerste week van Grote Vasten. Die gaat over de schatten. Wij worden namelijk geboden om schatten te gaan verzamelen in de hemel en niet op aarde. Wat zijn deze schatten? Deze schatten zijn onder andere bidden. Deze schatten zijn onder andere vasten, maar ook liefdegaven. Hoe kunnen we dat koppelen met paus Kyrillos? Paus Kyrillos deed deze dingen heel erg veel zelfs. Paus Shenouda zei ook wel over hem: de beste manier om paus Kyrillos af te beelden is met wierook om hem heen of voor een altaar. Want bidden, dat deed hij heel veel. Paus Kyrillos bad veel. Hij bad elke avond. Avond wierookgebed, Aseia, en elke dag een Odes. En dat deed hij niet voor 2 weken elke dag. Nee, dat deed hij voor maar liefst 30 jaar. 30 jaar bad hij elke dag in de ochtend en in de avond. En hij had zijn geloof compleet gestort op God. Want bij elk probleem dat hij mee te maken kreeg, rende hij naar het altaar. Want hij wist dat de oplossing voor alle problemen waarmee hij te maken krijgt, groot of klein, de oplossing ligt bij God. Dus hij rende ook naar God toe en bad en vroeg voor zijn hulp, voor zijn wijsheid daarin. In plaats van het praten met mensen over zijn problemen of over de problemen waar hij te maken kreeg, ging hij naar God toe om met hem te praten. Want we kunnen vaak inderdaad met mensen praten over onze problemen en mensen kunnen ons wellicht advies geven, maar het beste advies komt toch wel alleen maar van God. En paus Kyrillos was ook nog eens een hele simpele man. Ondanks dat hij patriarch was. Zelfs toen hij patriarch was, bleef hij elke dag doorgaan met elke dag een dienst bidden. In de ochtend en in de avond, het avondwierookgebed. Hij was een nederige man. En dat kon je ook wel zien aan zijn kledingstijl. En hij leefde eigenlijk, ook nadat hij patriarch was, net als een monnik. En dat is de definitie van zalig de armen van geest, want hunne is het koninkrijk der hemelen. Wanneer wij hier op aarde als arm leven, arm van geest, krijgen we straks in het koninkrijk schatten in de hemel. Hoe? Voordat we weten hoe wij schatten in de hemel kunnen opbouwen en sparen, gaan we eerst kijken wat het eigenlijk betekent om arm van geest te zijn. Wat het betekent om arm van geest te zijn, betekent dat je jezelf ziet als niet waardig. Niet waardig voor respect, niet waardig voor eerlijke behandeling of recht. Ik ben het niet waard om zo behandeld te worden. Ik ben het niet waard om dat altijd dat ik mijn zin krijg. Dat betekent, concreet en praktisch, dat je niet boos wordt of iemand als iemand je iets kwaad doet. Want je ziet jezelf niet als waardig. Dat als iemand jou kwetst, dat je zelf ziet van, hé, hoe kan je zo tegen mij praten? Dat kan je toch niet maken? Ik verdien dit, ik verdien respect. Nee, je neemt diegene het niet kwalijk. Want je ziet jezelf als arm. Je ziet jezelf, nogmaals, als niet waardig. Met andere woorden, arm van geest zijn betekent nederig zijn. En niet slechts door een paar woorden uit te spreken, maar oprecht nederig zijn. Je oprecht zien als minder. Dat wanneer iemand jou onrecht doet, dat jij die onrecht niet met nog meer onrecht gaat bestrijden. Of ook al zit jij niet in de schuld, dat je niet iemand kwaad gaat doen omdat iemand jou ten onrechte
heeft beschuldigd. Je laat diegene in zijn waarde, je laat diegene gaan en je neemt het hem of haar niet kwalijk. Want wanneer wij zoeken naar rijkdom hier op aarde, en dan rijkdom van geest bedoel ik, als wij zoeken naar respect van mensen en die opsparen, naar aanzien van mensen, naar status in de wereld, dan verliezen wij onze schat in de hemel. Want dan zijn we bezig met schatten hier op aarde verzamelen. Hoe mensen mij zien, hoe mensen mij behandelen. En dat er altijd maar het beste moeten zijn. Maar als wij die schatten loslaten, als wij onszelf zien als arm, als wij ons recht niet halen bij mensen hier op aarde en mensen vergeven, dan sparen wij schatten op in de hemel. Laten wij dan ook zo, net als paus Kyrillos de VI, schatten verzamelen in de hemel. Door onze harten te verheffen naar de hemel. Onze harten te verheffen door gebed. Door ons bezig te houden met zaken van de hemel. Door ons te beseffen van, hey, het leven hier op aarde, daar zit niet de schat. Daar zit niet de weg naar rijkdom. Mensen gaan je niet gelukkig maken. Werk gaat je niet gelukkig maken. Geld gaat je niet gelukkig maken. De enige die je gelukkig gaat maken is God. Dus hij is ook degene die jouw hart verdient. Zet je hart dan ook bij hem. Doe dat door gebed. Doe dat door vasten. Doe dat door vergeving van je vijanden. En niet alleen vergeving, maar ook liefde voor je vijanden. Zo hou je jezelf bezig met God. Zo verzamel je schatten in de hemel. En kunnen we uiteindelijk, hopelijk ook op een dag samen met paus Kyrillos de VI genieten van deze schatten in eeuwigheid. Glorie zij God. Tot in eeuwigheid. Amen.